Welkom bij de webinar What's New in Inventor 2021. Zoals jullie wellicht weten, Inventor 2021 is 2 weken geleden uitgebracht door Autodesk. En ik wil jullie de nieuwe en verbeterde functionaliteiten van het programma graag laten zien in deze webinar. En ook hoe je bepaalde features aan of uit moet zetten. Ik ben Michiel van Falen, consultant bij Cadix en ik verzorg voor jullie deze webinar. Dan ga ik even de PowerPoint bij langs. We zitten in een Zoom-omgeving en zorg er even voor dat je op mute staat, dus dat we je niet horen en ook even de video even uitzetten. Want mocht je vragen hebben, dan heb ik het liefste dat deze in de chat wordt geplaatst. In de chat, ik heb een tweede scherm voor mij waar ik mijn chatomgeving heb staan, dus als je vragen hebt, dan kan ik heel snel zien wat er aan de hand is of wat je graag wilt weten of iets beter uitgelicht wil hebben. De chatfunctie vind je onderin je scherm, zowel op computer als op een telefoon, mocht je het via een telefoon meekijken. Goed, nou, wie is Cadix? Cadix staat natuurlijk bekend om de trainingen die wij geven. Dat kan zijn Inventor, het kan zijn AutoCAD, het kan zijn Revit. Of andere specifieke programma's die met CAD-software te maken hebben. Voornamelijk doen we dat klassikaal, maar uiteraard kunnen we dit ook doen op afstand of in company. Dus dat we bijvoorbeeld bij het bedrijf langskomen, omdat daar veel engineers zijn die geschoold moeten worden. Cadix staat niet alleen bekend om de trainingen. Wat wij namelijk ook doen zijn oplossingen. En wat valt er nu onder oplossingen? Dat zijn bijvoorbeeld Volt-implementaties. Wat is Volt? Nou, daar zet je al je CAD-data, komt in een beveiligde omgeving te staan. Dit kan zowel voor AutoCAD, Revit of Inventor zeer geschikt zijn. En ik zal ook zeker aanraden als je met Inventor werkt om met Volt te gaan werken. Volt Basic zit standaard bij je Inventor licentie. Het enige dingetje wat gedaan moet worden is de implementatie, maar dat kan al vrij snel gebeuren. Naast Volt implementaties bouwen wij ook configuratoren. Nou, wat moet je dan aan denken? Heb je bijvoorbeeld een modelletje waar meerdere varianten van zijn en dan wil je niet constant weer het model opnieuw gaan tekenen en die kleine aanpassing eraan toevoegen. Wat wij bijvoorbeeld kunnen gaan doen is een configurator maken waarin je selecties kan maken, waardoor Inventor zelf voor jou het programma of het onderdeel gaat maken. Dit bespaart natuurlijk heel veel tijd en ook faalkosten, want ja, we zijn immers mensen en ook mensen maken foutjes, dus configuratoren, dat is zeker aan te raden mocht je meerdere varianten van modellen hebben. En daarin kunnen wij zeker ondersteunen. En hebben we nog een stukje data sharing. Wij als Cadix hebben natuurlijk een heel erg breed netwerk door heel Nederland heen. En mocht je zoekende zijn, dan kunnen wij altijd kijken van oké, in welke omgeving woon je en zijn daar vacatures vrij. Dus dat is de data sharing. Nou, de verschillende werkvelden. De bouw, dat is natuurlijk Revit en AutoCAD. En de BIM-omgeving, de Building Information Model. Ik heb daar zelf niet echt ervaring mee. Ik ben zelf van de werktuigbouw, dus alles wat met metaal te maken heeft. En waar Inventor ook geschikt voor is. En hebben ook nog een deel civiele techniek. Dus, maar dat is iets wat buiten mijn comfortzone ligt. Nou, de agenda, wat gaan we doen? Waar ga ik het over hebben? Ik ga het over de performance hebben. Uiteraard is het zo dat in de nieuwe versies van Inventor ook weer veel verbeteringen zijn. En dit jaar is er ook weer een verbetering qua snelheid. Dus hoe snel wordt Inventor geopend? Hoe goed kun je modelleren? Dat is allemaal verbeterd. En een functie waar ik ongelooflijk enthousiast van word is de Dark Team. Nou, in 2020 hebben ze de Light Team hebben ze toegevoegd, maar in 2021 hebben ze de Dark Team toegevoegd. Het is wel de pre-release, dus hij is nog niet helemaal goed, maar deze zal wel
worden geüpdate. Dus als er een update van Inventor is, als je hem downloadt, zul je zien dat die weer verbeterd is. Dus dat er meer functionaliteiten mee zijn genomen in de Dark Theme. Vervolgens zijn er weer wat veranderingen in de Comment User Interface, wat jullie dadelijk allemaal wel gaan zien in de webinar. En de sheet metal is een kleine verandering, wat ik jullie ook laat zien. En vervolgens nog een kleine verandering in de part omgeving. En bij de part omgeving zal ik ook een stukje van drawings meenemen, dus werktekening. Want daar is ook wel weer het een en ander in veranderd. Frame generator laat ik ook zien, daar is het nog weer verbeterd. Autodesk heeft heel erg geïnvesteerd in frame generator. En ik ben daar zelf ook behoorlijk enthousiast over, over de nieuwe veranderingen. Nou, dit gaan jullie allemaal zien in de webinar. En ik zal alles ook live laten zien, dus dat ik met Inventor ga werken terwijl jullie kijken. En dan begin ik als eerste met de performance. Nou, misschien zijn jullie er wel bekend mee. Ik heb een test gedaan op mijn laptop. Dat heb ik gedaan met de Inventor Benchmark Tool. En die Inventor Benchmark Tool die controleert of die test hoe snel Inventor tekening kan maken of opslaan. Of hoe lang duurt het voordat Inventor opgestart is. Ik heb een test gedaan met Inventor 2020. En daar zie je een resultaat van een 7,75. Dat is Inventor 2020. Autodesk probeert altijd het programma zo snel mogelijk te laten werken. Een andere test met Inventor 2021, dan zie je al dat het de score 8,82 is geworden. Dit is op een laptop van al 5 jaar oud. Dus als je een beetje een nieuwe laptop hebt, dan zul je zien dat je echt hele mooie scores hier krijgt. Mocht je geïnteresseerd zijn om zo'n test ook op je eigen computer te doen, de link staat hieronder. Daar kun je die link downloaden. En om het nou te kunnen vergelijken met hoe scoort mijn computer, dan kun je naar de forum van Autodesk gaan om daar je resultaat te posten. Dan krijg je altijd feedback van andere mensen. En kun je zien wat goed of wat niet goed is. Of ben je misschien op zoek naar een nieuwe computer, dan kun je daar ook al wel gegevens weghalen. De volgende functie wat is toegevoegd, wat ik jullie straks ook laat zien hoe je dat moet aanzetten, dat is de Dark Theme. Ik ben daar zelf ongelooflijk enthousiast over. Het is alleen wel een pre-release, dus dat betekent dat niet alle commando's, dus bijvoorbeeld de fillet functie, die is niet in het zwarte scherm, dus dat is nog niet meegenomen. Maar je zult merken wanneer er nieuwe updates uitkomen, dat dat ook steeds vaker wordt toegevoegd. Dus het is nog een beetje in een beta-omgeving. Dus het is een beetje testen, maar ik ben er al wel heel erg enthousiast over. Dark Theme, ik laat jullie straks zien waar je dat kan instellen, mocht je Inventor 2021 hebben. Nou, sinds 2020, Inventor 2020, zijn de commando user interfaces zijn veranderd. Waaronder die van de extrude functie, van de revolve functie. Maar dat hebben jullie misschien ook wel gemerkt, mocht je er al mee werken met 2020, dat niet alle commando's zijn overgezet. Zij hebben in de versie 2021 hebben zij een nieuwe commando's aangepast, waaronder de bend part, de coil functie, combine, de copy object. Nog niet alles is veranderd, zoals de fillet functie, dat is nog steeds op de oude manier, zoals bijvoorbeeld ook in 2019 of een oudere versie was. Waarom heeft Autodesk dit gedaan? Dat zul je misschien afvragen. Autodesk heeft onderzoek naar gedaan van oké, hoe snel wordt er gewerkt met de dialoogvensters? En met dit nieuwe scherm, met het nieuwe uiterlijk, hebben ze getest en zijn ze erachter gekomen dat je op deze manier veel sneller kunt werken. In het begin is het een beetje lastig van oké, hoe moet ik dit nou gaan benaderen? Maar wanneer je dit eenmaal gewend bent, dan zul je merken dat dit veel fijner werkt dan in de oudere versies van Inventor. Dus vanaf versie 2020 zijn ze bezig met het omzetten van de dialoogboxen. En dit zul je in de toekomst steeds vaker zien terugkomen in andere functies die nog niet zijn meegenomen. Goed.
Dat was even mijn PowerPoint, want ik wil natuurlijk het altijd live doen. Ik laat jullie zien van hoe werkt die Dark Team en wat is er veranderd in de user interface. Want het is niet alleen die verandering van het uiterlijk, maar je kan nog veel handige dingen mee doen. Ik laat je een stukje sheet metal zien, wat daar veranderd is. Ik ben daar behoorlijk enthousiast over. En de verandering in de part. Ik zal ook nog een stukje van de drawings meenemen. Dus van de 2D werktekeningen. En een stukje van frame generator. Want dat is ook weer helemaal op de kop gegooid. En ik ben daar ongelooflijk enthousiast over. Mocht je daarmee werken, dan is dit echt een stuk prettiger werken. Goed, ga ik overschakelen naar Inventor. 2021. Nou, het startscherm ziet er nog exact hetzelfde uit. Maar hoe kan ik nou het Dark Team activeren? Hoe kan ik nou het donkere scherm krijgen? Nou, dan ga je bijvoorbeeld naar de file toe. Naar de options, dus de application options van Inventor. Je gaat naar colors. En heb je hier de team en die kun je zetten op dark. Dan staat er tussen haakjes de pre-release. Want je zult merken dat niet alles is meegenomen. Ik moet hem even laden. En je zult straks al zien op het startscherm dat waar die part, drawing, assembly en presentation op staat, dat niet wordt meegenomen. Even kijken, ik zal even mijn zoom werkt niet helemaal goed meer. Een heel klein momentje. Ja, ik zie het. Iedereen ziet mijn scherm? Ja, ik Femke, ja, oké. Okay. Dus ik heb nu het zwarte scherm geactiveerd. Dat heb ik gedaan bij de application options. De dark staat er nu op. En je ziet al alles hieromheen. De model browser is bij mij is mooi donker. De ribbon, de tabbladen zijn mooi donker. Alleen het startscherm moeten ze nog meenemen. Dus dat is best wel jammer. Maar dat zul je merken dat straks in de toekomst wel nog erbij gaat komen. Als ik bijvoorbeeld een nieuwe part ga openen. Dan zul je zien dat je een hele mooie tekengebied hebt waar je in kan tekenen. Is ook mooi zwart. En als je gaat tekenen, ik vind het er persoonlijk gewoon heel erg flitsend uitzien. En dan, ik ben er erg enthousiast over. Maar goed, ze moeten alles nog wel even meenemen. Want als ik bijvoorbeeld de fillet ga gebruiken, dan zie je al, het is een wit scherm. En ook nog het oude scherm, zoals je gewend bent vanuit 2019 of 20 in vergelijking met de extrude functie, die wel mooi mee wordt genomen in de Dark Team. Wat kun je nog meer met deze commando tool? Je bent misschien gewend dat je hem gewoon ergens in je scherm hebt staan, maar wat hebben ze nu toegevoegd aan 2021? Ik heb hier mijn model, daar vind ik natuurlijk alle functies, alle features die ik heb toegepast in mijn Inventor model. Maar ik kan er nu voor zorgen dat ik dit dialoogvenstertje hier aan toevoeg. Dus dan kan ik vanuit hieruit mijn model inrichten. Dus oké, wat voor directie moet ik opgaan? Wat voor diktes moet ik geven? Dat soort dingen is allemaal mogelijk in 2021. Ga ik weer een nieuwe schets starten. Doe finish sketch en volgens extrude, dan blijft die ook gewoon aan de linkerkant in de model browser erin zitten. Nou, wat is nog meer handig? Misschien wil je wel eens weten van oké, wat gebeurt er nou in die features? Ik heb hier bijvoorbeeld twee features staan, die extrusie 1, extrusie 2. Maar wat doen zij nou precies? Het is op deze manier niet echt goed zichtbaar. Maar wat kan ik nou doen? Ik kan ervoor zorgen dat ik ook kan zien van oké, ik ga een cut all doen bijvoorbeeld. Dus ik heb het gat erin gemaakt en dat ook bij extrusie 2 wordt aangegeven. Het is een cut all. Dus dat ik weet van oké, deze extrusie gaat er dwars doorheen. Of geef je aan een extrusie een afstand, dan zul je ook zien dat je dat weer ziet in je model browser. Dat kan best wel handig zijn wanneer je veel features hebt toegepast. Nou, hoe ga je dat activeren? Dan ga je ook weer naar de application options. Part, en dan zet je een vinkje bij display extended information after feature node name in browser. Ik zet hem aan en dan zie je dat er staat new solid 100 mm lang en dit is de cut all functie. Dit kan wel handig zijn. Wat ik al zei, hoe kun je hem nog meer activeren? Vanuit hier display preferences. En daarmee kun je hem ook
aan of uitzetten. Dit zat er al in, maar ze hebben hem toegevoegd bij de application options. Wat ook nog wel even handig is om te vertellen, mocht je met een oudere versie werken van Eventer, dus misschien met 2018 of 2019, is het plustekentje. Ben je bijvoorbeeld die model browser kwijt, wat mij ooit is overkomen, wat mij heel veel tijd heeft gekost om dat weer terug te krijgen, omdat ik niet wist hoe het heette en waar ik moest gaan zoeken, kun je nu op het plusje drukken, model browser, en dan is hij weer terug. Nou, dit is een hele handige functie, want het kan per ongeluk een keer weggaan. Dan ga ik even met jullie naar de sheet metal omgeving. Ik heb al even een part getekend. Een stukje plaatwerk. Dan heb ik natuurlijk de model browser weg. Nou. En ik heb hier een plaat. En ik wil hier graag een flange aanzetten, een flange functie. Maar ik weet niet zo goed wat voor hoek dit precies is. Nou, ik heb misschien ook geen zin om dat te gaan meten in mijn model, want dat is natuurlijk weer een extra handeling. Maar wat hebben ze in 2021 nog toegevoegd? Als je zegt flange, je selecteert het lijntje en dan staat er bij flange angle, staat bij value, maar we hebben een keuze. Wat ik hier ook kan zeggen is by reference. Vervolgens moet ik een vlak aanklikken. En dan kan ik nog de bend position aanpassen. En nu heeft hij de lijn van die schuine kant als referentie gepakt. Dus dit is vanuit mijn model. Dus nu heeft hij exact dat hij goed in lijn ligt. Maar ik heb nog een ander model. Want je kan namelijk ook kiezen voor een werkvlak. Heb je bijvoorbeeld een werkvlak aangemaakt in Eventor, dan zou je ook gewoon die workplane kunnen kiezen voor referentie. Lengte heb ik niet ingevuld, maar ga ik deze referentie nu bijvoorbeeld wijzigen, of die hoek van de workplane, naar bijvoorbeeld 45 graden, dan zul je zien dat die automatisch meegaat. Dus deze, hij wordt nu aangestuurd door de workplane. En je ziet ook weer, ik had die functie aan. Er staat ook gelijk bij onder wat voor hoek die staat, dus dat is wel heel erg duidelijk. Dus dit is de nieuwe functie van de sheet metal omgeving. Dus dat is de flange. Lijn selecteren en dan een referentievlak aanklikken. En ook kan ik bijvoorbeeld weer zeggen, ik wil hem ook nog weer omhoog hebben. Mijn referentievlak is dit bijvoorbeeld. En dan staat hij exact 90 graden ten opzichte van deze plaat. Dus dit is al een handige functie wat ik denk ik best wel veel zal gaan gebruiken. Goed, dit is het enige van de sheet metal wat nieuw is. En dan ga ik even naar een onderdeeltje toe, een ander onderdeel. En dat is in de part omgeving. Nou, ik heb hier een heel mooi oefeningetje. Voor de mensen die een keer een cursus bij ons hebben gevolgd, die herkennen dit model vast wel. Hij staat ook op de Cadex Academy. Maar ik wil van deze bijvoorbeeld een tekening hebben. En je ziet ook, ik heb die reference aan en je ziet exact van wat die precies allemaal doet. Net als de fillet, hoeveel millimeter het is. Dus dan is het weer heel snel herkenbaar van oké, wat is de afmeting? Want hoe moet je het anders doen? Dubbelklik op die functie en dan gaan kijken van oké, dan is de radius 32, maar nu staat die gewoon al bij de fillet. Dat kan wel handig zijn. Maar ik wil hier een werktekening van maken. En dit is nieuw in, of het zat er eigenlijk al in, maar dat was voor mij nog best wel onbekend. Maar het is wel super handig, want als ik nu kies voor een nieuwe tekening en dan vervolgens een drawing, kijk, dan heb ik hier een keuze uit wat voor template wil je gaan gebruiken. Nou, je kan gewoon de standaard kun je toepassen, maar je hebt ook al voorgedefinieerde templates. Als ik nou bijvoorbeeld deze kies, die A4 size, dan krijg ik mijn model op mijn tekening met gelijk een partlist erbij. Dus ik ga deze kiezen. Ik moet het onderdeeltje even selecteren. En vervolgens oké. En ik krijg gelijk mijn model, zoals je ook op het voorbeeld stond, op tekening met een partlist. En dit kun je natuurlijk helemaal zelf inrichten als je je eigen templates hebt. Maar dit kun je ook zelf aanmaken. Dus ga ik nu een standaard template gebruiken. En ik ga drie aanzichten plaatsen. Waarvan ik eentje uiteraard in een andere schaal wil hebben.
En ik wil hem ook in kleur. Vind ik wel zo mooi. En bijvoorbeeld ook een partlist erbij. Dan kan ik zeggen van dit is een sheet die hij standaard moet opslaan. En dan kan ik zeggen create sheet format. Nou, hoe moet deze genoemd worden? Nou, ik noem deze maar even KDX 2, want ik heb namelijk al een KDX. En vervolgens zet ik fit view to sheets. Dat betekent dat hij mezelf straks ook wel gaat inrichten. Van oké, kijken past mijn model op mijn tekening. Oké, vervolgens haal ik alles weg. Oké, en dan sla ik hem even op als een template. De standaard wil je me overschrijven, zeker. En dan sluit ik deze tekening even af. En ik sluit deze tekening ook af. Wat ga ik nu naar een nieuw toe? Dan zie je hier die KDX 2 staan, die ik net heb opgeslagen als template. Nou, ik kies hem en nu moet ik een document invullen. Oké, wat voor document moet op deze tekening? Nou, ik heb die extrude waar ik het mee gedaan heb. Laat ik het even een keer zien. Vervolgens zeg ik oké. Alles komt gelijk goed in beeld. Maar dit is natuurlijk het modelletje waar ik het ook mee gemaakt heb. Dan laat ik het ook even zien hoe het eruit ziet als je een ander modelletje kiest. Staat het gelijk goed op tekening. Dus het is alweer een voorgedefinieerde werktekening. Dus je kan hier alweer processen veel mee versnellen. Wat zit er nog meer in? Die drawing omgeving, wat is verbeterd? Centerlijnen en centermarks, nou, die moest je vroeger handmatig toevoegen. Je had wel een mogelijkheid om het automatisch te doen. Moest je rechtermuisknop klikken en dan vervolgens kiezen voor de automated centerlines. Maar bij Autodesk, omdat het waarschijnlijk veel naar gevraagd is, hebben ze er een knopje toegevoegd. En dat is de automatic centerlines. Dus als ik een view selecteer, ik klik op het knopje, dan krijg ik dit venster. Dus op deze manier kan ik automatisch centerlijnen toevoegen. En wil ik het misschien hierin hebben. Dus ik klik niet alles aan, want dan krijg ik ook centerlijnen op plekken waar ik het niet wil hebben. Ze zeggen vervolgens oké. En automatisch worden de centerlijnen toegevoegd. En wat misschien wel even een tip is, dit kon ook al in oudere versies, als ik meerdere aanzichten heb geselecteerd en vervolgens zeg automated centerlines, dan kun je er ook voor zorgen dat je gelijk in alle aanzichten centerlijnen krijgt. Is ook wel, kan wel handig zijn. Het bespaart je tijd. Of wil je een centerlijn verwijderen, is geen enkel probleem. Goed, dan wil ik even naar het volgende toe. En dat is frame generator. Frame generator, ik ben er zelf een groot fan van. Maar het is nog weer mooier geworden, nog weer beter geworden. En je ziet dat ze elk jaar er nog meer aandacht aan besteden aan frame generator. Puur omdat je heel snel modellen kan aanpassen, andere profielen kan kiezen. En je bent misschien gewend of je hebt misschien in het verleden al een keer met frame generator gewerkt. En dan was het altijd zoeken van oké, waar staat nou mijn profiel? Maar dat is beter geworden. Het is al beter geworden sinds Inventor 2020 en dan de update 2020.2. Maar als ik nu bijvoorbeeld kies voor een profiel, insert frame, dan zul je zien dat je het dialoogvenstertje wat je gewend bent, ziet er ook weer anders uit. Dus het werkt ook weer eigenlijk van boven naar beneden om zo heel snel je model te kunnen maken. Nou, ik wil hem uiteraard in mijn model browser hebben. En vervolgens moet ik een lijn selecteren waar ik een profiel wil hebben. Ik kan natuurlijk meerdere lijnen. En wat is nu het voordeel? Als ik op zo'n lijntje ga staan, dan zie je ook al gelijk een voorbeeld van hoe komt mijn profiel in mijn model. Nou, dat vind ik zelf wel heel erg handig. Hij staat nu geselecteerd op een koker. Maar wat je nu ook kan doen, je kan bij de category kun je een voorselectie gaan doen van oké, wat voor profiel wil ik toevoegen? Want doe ik dat niet, dan heb ik bij de family een behoorlijke lijst uit verschillende profielen waar ik uit kan kiezen. Nou, ik wil graag een koker, dus ik kan al een voorselectie maken van de square rectangular tubes. En dan wil ik graag wel even de DIN-norm. En dan heb ik nu een veel kleinere keuze, want heb ik hem bij die category op all staan, dan zul je zien dat je weer zo'n ongelooflijke lange lijst krijgt. Dus dit is al verbeterd sinds 2020.2.
Maar toch is dit scherm ook wel weer iets veranderd. Oh, die wou ik niet hebben. Ik wou de koker hebben. Want ik wil hier graag een koker hebben van 40 bij 40 mm. En vervolgens klik ik hem aan. Nou, wat is nu het voordeel? Misschien wil je ze wel net onder 45 graden gedraaid hebben. Nou, het is al mogelijk om hem vanuit hieruit te kunnen draaien. Maar heb je nou bijvoorbeeld een hele grote frame of een hele grote constructie, dan kun je er ook voor kiezen van oké, ja, zoom maar even in op het model. Dus Inventor draait nu gelijk naar de kopse kant van het profiel, dus dat je kan zien van hoe het kokerprofiel erin komt te staan. Wil je weer terug naar de view waar je zat, dan heb je hier het pijltje return. Dan ga je weer terug. Wat je ook kan doen is even inzoomen op het frame en vervolgens draaien. Dus dit is wel, ja, ik vind het wel een hele handige functie. Je hebt ook de pijltjes, dus je kan een offset doen. En het was vroeger was het best wel lastig in Inventor om een profiel goed neer te zetten. Maar op deze manier werk je gewoon heel erg makkelijk. Je hebt ook de puntjes waar je op kan klikken, waar het profiel in je model wordt gezet. En vervolgens zeg ik oké, want ik ben er wel heel tevreden over. Maar ik wil dit model graag hergebruiken. Ik wil dat kokertje wat ik daar geplaatst heb, ik wil dat Inventor voor mij gaat kijken, oké, waar kan dit profiel nog meer zitten? Dus wat ga ik doen? Ik ga hem hergebruiken. Dat kan ik heel mooi doen met de reuse functie. Dan wil Inventor natuurlijk wel weten welk profiel moet ik hebben. En vervolgens selecteer ik gewoon mijn volledige tekening. Dit kan even duren. Maar wat gaat Inventor nou doen? Je ziet het waarschijnlijk al. Hij pakt alleen de lijntjes die net zo lang zijn. Dus de afstand hier tussen die is groter dan de afstand die hier zit. Dus Inventor weet al van oké, ik kan hier geen profielen plaatsen. Vind ik ook wel heel erg handig. En wat je bijvoorbeeld ook ziet is dat Inventor het profiel meedraait met de bocht. Vind ik ook wel heel erg mooi. Nou, wil je hem inkorten, dan kun je natuurlijk met de trim extend doen. Oh. Dus ik moet een vlak aanwijzen volgens profiel. Alle profielen worden gelijk ingekort. En dat kan ik dan ook nog een keer voor de andere kant doen. En nu heeft de koker de juiste afmeting. Maak ik mijn koker hoger of de bovenste gedeelte hoger, gaan de kokerprofielen automatisch mee. Nou, wat is hier nog meer in veranderd? Ik ga in de bocht ga ik nog even frames plaatsen. Afmeting doet er even niet toe. Maar pak ik nu de trim extend. Ik selecteer de profielen. Dan kort Inventor, kort de profielen, kort die in. Maar wel gelijk zoals het ook in de praktijk zal gebeuren. Dus we hebben natuurlijk geen zaag die gelijk afrondingen kan zagen. Maar Inventor heeft hem nu recht afgezaagd. Dus als ik nu bijvoorbeeld een analyze ga doen, dan zul je zien dat hij de hoekpuntjes er iets doorheen steekt. Omdat dit natuurlijk van een zaag komt en dan krijg je dit soort situaties. Dus dit werkt ook super handig. En als ik mijn model even ga veranderen, bijvoorbeeld. Ik maak 450. Alles gaat gewoon mee. En ook de snelheid van Inventor. Dus voor frame generator. Maar niet alleen voor frame generator, maar ook voor iParts. Dus als je naar een Excel sheet toe gaat. Die snelheid is allemaal verbeterd in 2021. Wat ook is veranderd, wat je zult merken wanneer je iets gaat opslaan, is dat de save states zijn toegevoegd. Is er een update gebeurd aan de properties, dan zul je dit zien bij je save states. Wat voor meldingen staan er nog meer in? Dat kun je zien bij de application options. Moet Inventor natuurlijk wel even meewerken. Oude laptop, dat zag je natuurlijk wel aan de performance test die ik had gedaan. Maar daar zul je zien in de application opties van oké, wat voor states zijn er allemaal in Inventor? Waar kan die rekening mee houden? En dan kun je ook weer aangeven van hij moet hem wel opslaan of niet opslaan. Nou, hij reageert weer, dus ik ga er naartoe. Save. En hier zie je de nieuwe save states zie je staan. En dan kun je bijvoorbeeld ook daarop klikken. Is de properties, de mass, het gewicht geüpdate?
Dan kun je zeggen van ik wil hem opslaan. Dus dat kun je hier ook in veranderen. Er zit geen autosave in Inventor. En ik verwacht ook niet dat hij erin gaat komen. Maar als we hier nou toch zijn, je kan bijvoorbeeld die save remember, wat je misschien wel herkent, wat hierboven bij dit vraagtekentje komt te staan, die kun je hier ook aanpassen naar een kortere tijd of een hogere tijd. Zijn er tot dusver vragen over wat ik heb laten zien? Of zijn er misschien dingen van, oh, kan dit ook? Of is dit ook aangepast? Dan kun je dat in de chat zetten. Wat je ook kunt doen, mocht je heel veel met Invento gaan werken en je wil graag betrokken zijn bij de ontwikkeling van de allernieuwste versie, dan zou je kunnen aanmelden voor de beta-omgeving. Autodesk gaat ook webinars geven. En dan kun je dingen testen voor Autodesk. Zo zat ik 2 weken geleden al in de webinar of in een meeting van Inventor 2022. Dus ze zijn alweer bezig met de nieuwste updates. En ze willen zoveel mogelijk feedback, zodat wij een heel goed programma kunnen maken. Of mocht je een ander idee hebben, dan zou je ook op de forum van Inventor zou je een ID kunnen plaatsen. En dan kunnen mensen voten en dan wordt dat meegenomen in de nieuwe versie. En er wordt echt naar geluisterd. Zijn er tot dusver vragen? Ik ga even terug naar de PowerPoint. Ik zie nog niks voorbij komen in de chat. Of mocht je na de tijd, dat er nu nog geen vraag binnen is, maar dat je misschien vanmiddag denkt van, oh, kan dit ook? Laat het alsjeblieft weten. Ik ga nog een webinar geven samen met de collega van de bouw over samenwerking tussen Inventor en Revit. Dat is behoorlijk verbeterd in 2021. En omdat er toch best wel veel vraag naar is, gaan we daar een hele mooie uitgebreide webinar over geven. En dat is ook zeker wel de moeite waard om te volgen. Vooral als je ook te maken hebt met modellen die in een bouwomgeving, in een BIM-model gezet moeten worden. Dan is dat zeker even een aanrader om die webinar te volgen. Wanneer die webinar gegeven wordt, dat zal aangegeven worden in een nieuwsbrief wat wij rondsturen. Of via een van onze sociale media kanalen. Dus hou dat goed in de gaten. Uiteraard, mocht je een cursus gaan volgen, dan wordt dat bij ons ook gedaan in Inventor 2021. En nu is de vraag, zijn er vragen over Inventor 2021? Want die kun je in de chat zetten, dan zie ik hem wel voorbij komen. Of mocht je geen vraag hebben, dan wil ik jullie heel erg bedanken. En dan hoop ik jullie in de toekomst nog eens te zien of tegen te komen. Kan zijn met de cursus of misschien wel met een oplossing voor jullie bedrijf. Dus wat kan zijn een Volt of een configurator. Geen vragen, zo te zien. Even kijken hoor. Ik krijg een vraag. Het walsen van de U-profielen leek mij de radius erg krap. Houdt Inventor er rekening mee? Ik denk het niet. In Inventor kun je natuurlijk dingen maken wat wij als mens niet kunnen doen. Je moet wel kennis hebben van wat je doet. Dus als jij een profiel wil laten walsen, zorg ervoor dat je weet van oké, wat voor radius kan mijn wals bijvoorbeeld, wat voor rollers heb ik erop zitten. En dat heeft allemaal weer invloed op op de radius van het profiel. Is dat de antwoord op jouw vraag? Oké, heel goed. De save, yes, die ga ik even herhalen. Ik krijg een vraag over de save actie. Ga ik even weer naar het frame toe. En uiteraard moet ik nu eerst weer even een kleine aanpassing doen om dat save venster te krijgen. Oké. De save states, wat gebeurt er precies? Ik heb een profiel toegevoegd. Hij slaat hem op. Wat je al wel gewend bent vanuit de oudere versies van Inventor. Ik pak even de chat weer bij. Ja.
Heb je bijvoorbeeld een aanpassing in de mesh properties, dan zul je dat allemaal zien wat er gebeurt. Want je ziet nu ook bijvoorbeeld in het frame, nou, hij heeft een uniek nummer, dan zie je dat er dus ook wat in de mesh properties is gebeurd. Het is zwaarder geworden. Dus hij geeft nu aan van oké, dit is er ook veranderd. En als ik dan zeg oké, dan is het opgelost. En waar kon je dat zien? Waar kon je dat checken? Dat was bij de application options. Nou, die kun je natuurlijk op verschillende manieren benaderen. Dat is vanuit file en dan options of vanuit het tabblad tools en dan de application options. En dan het tabblad save. En dan vind je hier wat je kan opslaan of niet kan opslaan. Is dat ook het antwoord op de vraag? Oké, geen andere vragen meer? Dus even kijken. Nee, ik zie geen vragen meer in de chat tevoorschijn komen. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het volgen van deze webinar. En dan mochten jullie nog vragen hebben of wat dan ook, dan kunnen jullie ons altijd bereiken. Het kan met de telefoon uiteraard of het kan via de mail. En dan wens ik jullie een hele fijne dag. Blijf gezond en wellicht tot ziens.